En dan een primeur voor Tim het Kind uit Afliegem. Tim is heemkundige en houdt zich bezig met de geschiedenis van zijn gemeente. En Tim heeft nu de oudste foto van Afliegem gevonden. En die dateert van 1869. Tim het Kind, goedemiddag. Goedemiddag. Een foto uit 1869. Toen bestond het fototoestel nog maar enkele tientallen jaren, geloof ik. Wat of wie staat daarop? Het is inderdaad een foto die eigenlijk dateert van kort na de uitvinding van de fotografie. En er staat iemand uit mijn dorp op, uit Hekelgem, deelgemeente van Afliegem. Dat is al bijzonder op zich. Als je een oude foto vindt, weet je meestal niet wie erop staat. Maar in dit geval weten we het wel. Theofiel Meersman, en dat was een bijzonder man. Dat was een pauselijk zouaaf. Een pauselijk zouaaf, die moet je mij toch even vertellen wat dat juist is. Bestaat dat nog? Nee, het is een pauselijk zouaaf als een soldaat. Dus hij heeft gevochten in een leger dat niet meer bestaat, voor een land dat niet meer bestaat. Heel kort door de bocht komt het erop neer dat hij als vrijwilliger, samen met nogal wat landgenoten, hoor, naar Rome is getrokken om daar te vechten voor de paus, die zijn staat, de pauselijke staat, en die was ongeveer 3 keer zo groot als Vlaanderen, probeerde te verdedigen tegen degenen die Italië wilden eenmaken. Nu, Italië is één, dus je weet al dat onze man aan de verliezende kant stond. Ja. En Theofiel, zo heette hij, was hij dan een gekend man in de streek? Absoluut. Hij heeft zijn avontuur in Italië overleefd, heel huids zelfs, en is teruggekomen. En hij was toen, net als alle andere pauselijke zouaven, want ze waren met 10.000 ongeveer in heel Europa, alle andere pauselijke zouaven waren net zoals hij, gerespecteerde mensen. Ze waren voor de jeugd, je mag ze eigenlijk een beetje vergelijken met de posterboys van hun generatie. Nou ja. Ze waren... Ja, je mag ervan uitgaan dat Theofiel in Hekelgem, in Afliegem en zelfs in Aalst, waar hij later is verzeild geraakt, een gekend figuur was. Iedereen die hem passeerde op straat zal geweten hebben van kijk, dat is de man die ooit nog voor de paus is gaan vechten. Ja, amai, ja, dat is ook wel straf als je dat kan zeggen. Ik ben voor de paus gaan vechten. Maar hoe kom je aan zijn foto? Waar heb je die gevonden? Dat is een heel bizar verhaal. Ik weet eigenlijk al 15, 20 jaar dat er een pauselijke zouaaf in Hekelgem geweest is. Als heemkundige was ik wat op zoek naar zijn verhaal. Vooral omdat ik wist dat er een foto ooit van hem was gemaakt. Dat was zo bij de meeste pauselijke zouaven. En dat zou hem dan effectief tot een van de oudste, of zelfs de oudste foto van Afliegem gemaakt hebben. Ik wist dat die foto bestond, maar ik vond hem nergens. En toen ben ik na lang zoeken bij een verzamelaar terechtgekomen van pauselijke zouaven. Memorabilia, ja, geloof ik niet dat het bestaat. Die man was heel vriendelijk toen ik hem aan de telefoon had. En die zei van, ja, je mag zeker die foto eens komen bekijken en kopiëren. Maar doe dat na mijn vakantie. Die man vertrok toen op vakantie. En ik heb die een maand of zo nadien teruggebeld. En toen had ik zijn familie aan de lijn die me vertelde dat hij helaas overleden was. Toen heb ik gevraagd, ja, maar mag ik toch eens komen kijken in zijn documenten naar die foto, waarop men iets wat achterloos zei van, ai god, ja, al die papieren, we hebben dat allemaal weggesmeten. Oei. Ja, amai. Toen moet jij toch een beetje een hartaanval gekregen hebben. Ja, zo ongeveer. Dat was een licht traumatiserende ervaring. In zodanig zelfs dat ik dat nog geregeld bovenhaalde, dat verhaal van weet je wat mij is ooit overkomen in mijn zoektocht naar die ene foto. En dat deed ik vorig jaar ook bij een van mijn vrienden hier in het dorp. En die man bekijkt mij zo wat iets wat verrast, staat op, gaat naar zijn kast en haalt daar die foto uit. Nee. Hij had een exemplaar van die foto enige jaren voordien heel toevallig op een rommelmarkt zien liggen. En er stond Hekelgem bij, dus hij dacht van, ik ga die kopen, wie weet, weten we wel van wie die foto is. En ja. Zo is 1-1-2 geworden. En hebben we dus de foto van Theofiel Meersman. Effectief de oudste foto van Afliegem, ja. De oudste foto waarvan we weten wie erop staat. Wat een toeval. Ja, het leven hangt dan in van toevalligheden. Ja. Dit mag er nooit meer van zijn. Ja, zeg, en kunnen wij die foto ook ergens bekijken? Absoluut. Ik heb het hele verhaal van Theofiel uitgeschreven. Al zijn avonturen in Afliegem, maar natuurlijk vooral in Rome. En nadien bij de brandweer, want die man heeft nadien ook nog eens een allereerste brandweerkorps hier in de streek opgericht. Dat ook ik heb nog. Dat allemaal bij elkaar. Ja, ik heb alles opgeschreven in een lange tekst met foto's. En dat staat allemaal op mijn blog www.oorlogsverhalen.be. Oké, dat klinkt razend interessant. Echt waar. Theofiel Meersman. Ik had er nog nooit van gehoord, maar nu weten we dus dat hij eigenlijk wel een beetje een kleine held was daar in Afliegem en omstreken. Absoluut. Goed, Tim Absoluut. Het Kind, ik wens jou nog heel veel succes en hopelijk vind je nog van die interessante foto's. Hè? Ik hoop het ook. Dank je wel, hoor. Dank je wel, dag. Radio 2. Radio 2.
3 Vlaams-Brabant met Jana Smeets.